een verjaardagslied aanhoren of je eigen verjaardagstaart eten. Kanee Tanaka heeft het heel vaak gedaan. Groot feest was het ook in 2019 toen ze officieel de oudste persoon van de wereld werd. Toen de Japanse Kanee op 2 januari 1903 werd geboren, zag de wereld er heel anders uit. Zo werd er in dat jaar het eerste werkende vliegtuig ooit gebouwd. En lekker tv kijken zat er voor de jonge Kanee niet in. Die werd pas uitgevonden toen zij allang volwassen was. Jarenlang werkte Kanee samen met haar man in een noedelwinkel. Al moest ze dat tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal jaren alleen doen. Haar man en zoon werden opgeroepen voor het leger. Toen Kanee 63 jaar was, stopte ze met werken om vervolgens nog ruim 55 jaar lang te genieten van haar pensioen. De laatste jaren kon de Japanse niet meer praten, maar genieten deed ze nog wel. Bijvoorbeeld van een flesje cola of een dansje in haar rolstoel. Kanee Tanaka is ook de op één na oudste mens ooit. Alleen deze vrouw uit Frankrijk, Jeanne Calment, werd ouder. Ze overleed toen ze 122 was. En als werelds oudste persoon overlijdt, is er natuurlijk ook meteen een nieuwe recordhouder. De 118-jarige Lucille Randon, ook uit Frankrijk, mag zich nu officieel de oudste persoon van de wereld noemen.